De Waalkade is net weer droog, maar moet zich alweer opmaken voor een volgende hoge waterstand. Het lage gedeelte werd afgelopen vrijdag al afgesloten en sinds maandagochtend is de Waalhaven dicht. Door regenval in Duitsland en smeltwater uit de Alpen stijgt het waterpeil opnieuw. Het peil wordt in de gaten gehouden en waar nodig worden maatregelen genomen. Alle 67 winkels van de Kijkshop in Nederland sluiten hun deuren. De Zweedse eigenaar The One heeft maandag het faillissement aangevraagd. De ongeveer 400 medewerkers komen op straat te staan. Een curator moet gaan kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. In Nijmegen is een filiaal gevestigd in het centrum. De vestiging in winkelcentrum Dukenburg was al langer dicht. Ook de C&A in Sint-Jacobslaan is sinds afgelopen weekend definitief gesloten. Sinds de bekendmaking in juli vorig jaar bleef de winkel volgens plan nog open tot 20 januari. De andere twee Nijmeegse filialen in de Burgstraat en Zwaneveld blijven wel gewoon open.